Veel van onze klanten vinden het fijn om hun eigen wagen in Spanje te hebben. Een auto invoeren is doorgaans ook financieel interessant door de lagere wegenbelasting en verzekeringspremies in Spanje. Maar hoe voer je nu een wagen in en wat komt er allemaal bij kijken? Hola, ik ben Jeroen van Vamos en vandaag vertel ik jullie alles over het invoeren van je auto in Spanje. Wie kan zijn wagen in Spanje inschrijven? Residenten in Spanje zijn verplicht om de wagen dat op hun naam staat en waarmee ze in Spanje rondrijden, in te schrijven in Spanje. Ook niet-residenten kunnen hun wagen inschrijven in Spanje, op voorwaarde dat ze een woning bezitten of huren op lange termijn. Welke documenten heeft u nodig? Eerst en vooral heb je een aantal persoonlijke documenten nodig, zoals je identiteitskaart en NIE-nummer. Om je adres te bewijzen in Spanje, dien je te beschikken over ofwel een recent uittreksel van de inschrijving in de gemeente, ofwel de aankoopakte of het huurcontract van je woning. De Spaanse technische fiche vermeldt de technische specificaties van je auto. Wanneer je je auto nieuw of tweedehands in Spanje hebt gekocht, ontvang je automatisch deze fiche. Wanneer je wagen uit het buitenland komt, dan moet deze fiche opgemaakt worden bij de eerste technische controle bij de Spaanse autokeuring of het ITV. Hiervoor dien je het Europees conformiteitscertificaat van de fabrikant met vermelding van het homologatienummer voor te leggen. Wanneer je wagen reeds op je naam is ingeschreven, dan geldt de inschrijving als eigendomsbewijs. Heb je het voertuig pas aangekocht, dan moet je ofwel de factuur of een onderhands koopcontract kunnen voorleggen. De jaarlijkse wegenbelasting in Spanje is een lokale bevoegdheid. Het bedrag varieert dus van wagen tot wagen, maar ook van gemeente tot gemeente. Wie eigenaar is van de auto op 1 januari, betaalt voor een volledig jaar, ook al verkoop je het voertuig datzelfde jaar. Bij aankoop van een tweedehands voertuig, dat reeds in Spanje is ingeschreven, dien je deze gemeentelijke wegenbelasting niet meer te betalen voor het jaar van de aankoop. De inschrijvingstax is een nationale belasting, gegeven op elk voertuig, nieuw of tweedehands, dat voor de eerste maal in Spanje wordt ingeschreven. Het bedrag van deze belasting is afhankelijk van de actuele waarde van je wagen en de CO2-uitstoot. Hoe verloopt de procedure? Wanneer je wagen uit het buitenland komt, moet je eerst naar de technische keuring gaan, ook al is je auto nog gloednieuw. Opgelet, de Spaanse keuring is bijzonder streng op elke afwijking en achteraf geplaatste onderdelen die niet staan vermeld op het Europees conformiteitscertificaat. Bijvoorbeeld trekhaken, verduisterde ruiten of uitlaten. Vervolgens dien je de gemeentelijke wegenbelasting en de inschrijvingstax te betalen. Daarna volgt de inschrijving bij de Spaanse verkeersdienst, de DGT, of Dirección General de Tráfico. Deze instantie levert, na controle van de documenten, het inschrijvingsbewijs af. Nu is het tijd om de Spaanse nummerplaten te laten aanmaken en als laatst moeten we nog een Spaanse autoverzekering afsluiten. Met welke kosten moet je rekening houden? Om deze volledige procedure te doorlopen, dien je uiteraard rekening te houden met enkele kosten. Zo kost de inschrijvingstax bij de Spaanse verkeersdienst zo'n 98 euro voor een nieuwe wagen en ongeveer 55 euro voor een tweedehands voertuig. Voor de technische keuring dien je rekening te houden met een kost van zo'n 112 euro. Tot slot heb je nog de wegenbelasting, de inschrijvingstax en de autoverzekering, die afhankelijk is van wagen tot wagen. Heb je nog vragen over het invoeren van je auto in Spanje? Of wens je een vrijblijvende kostensimulatie? Contacteer ons dan gerust.